Goeiedag. De herfst die gaat beginnen in de nacht van donderdag op vrijdag. En dat betekent dat we weer een ander seizoen gaan krijgen. We hebben het natuurlijk over de astronomische herfst, want de meteorologische herfst die is al eerder begonnen op 1 september. Mooi herfstplaatje erbij, kastanjes vind ik toch altijd wel iets voor de herfst natuurlijk. En ja, we gaan maar eens kijken of het ook herfstweer gaat worden. We hebben natuurlijk begin deze week en ook het afgelopen weekeinde flink wat regen gehad. Momenteel heel rustig weer met flinke zonnige periode. Ook ziet er heel vriendelijk uit. De grote vraag is, gaat dat ook blijven? Nou, ik kan dat alvast verklappen. Dat zal niet zo zijn, want er komt weer een wisselvallige periode aan. Ik begin met het patroon op 5 kilometer hoogte. En daar zien we heel duidelijk een uitloper van een hoog drukgebied. Een rug, zoals dat heet. Die ligt boven de Benelux, boven het westen van Europa. En zorgt voor rustig weer. Koude lucht helemaal in het oosten. En ook koude lucht bij IJsland in de omgeving. En dit patroon, dat gaat geleidelijk aan veranderen. Want als ik de animatie aanzet, dan zien we dat die koude lucht dit weekeinde al dichterbij kan gaan komen. Daarachter weer eventjes een uitloper van een hoog drukgebied in de bovenlucht. Maar dan komt er een nieuw lage drukgebied in de bovenlucht. En dat ligt dan woensdag zo'n beetje boven Nederland. In de buurt van Nederland in ieder geval. Net ten noorden van Nederland. En dat zorgt toch wel voor zeer onbestendig weer zoals het er nu naar uitziet. En dat betekent dat we op termijn echt wel weer wisselvallig weer gaan krijgen. Veel koude lucht ook. Ik denk dat het echt een heel actief weerbeeld zal zijn met flink wat neerslag. Aan de grond kunnen we dit natuurlijk ook herkennen op basis van dat bovenluchtpatroon. Allereerst een hoge drukgebied boven Nederland en Duitsland. Dat zorgt momenteel voor dit rustige weer. En ook die frisse nachten die we hebben met minima zo tussen 1 en 5 graden in het binnenland. Vorst aan de grond afgelopen nacht voor het eerst. Dat kan komende nacht weer gebeuren. Maar het hoge drukgebied, dat gaat dan geleidelijk aan opschuiven. En dan zien we op vrijdag dat er al wat neerslag dichterbij gaat komen. Dit is vrijdagavond. Op de westkust kan er dan al wat regen gaan vallen volgens dit model. Dat trekt dan over. En dan komen we toch echt wel weer in wat meer onbestendig weer. En echt onbestendig gaat het dan begin volgende week worden. Ik ben nu op dinsdagmiddag aangekomen. Dan zien we dit lage drukgebied. Dat hangt samen met dat lage drukgebied in de bovenlucht. Dat koerst dus feitelijk ook geleidelijk aan naar het zuidoosten toe. En dat zorgt voor flink wat neerslag. Veel regen, buien, echt wel onstabiel af en toe. En dat lage drukgebied dat trekt dan over. En dan komen we uit op woensdagavond. En dan zien we nog steeds dat het zeer onbestendig weer is. Wisselvallig herfstweer dus. Wat dat betreft een heel ander weerbeeld dan waar we nu mee te maken hebben. Als we naar zon gaan kijken, in dit geval kijken we dan naar schaduwgevende bewolking. Hoe meer geel, hoe zonniger het is. Nou, dan zien we heel duidelijk dat we deze dagen, woensdag en donderdag, toch echt wel met flink wat zon te maken hebben. In de middag ontstaan er wel wat stapelwolkjes, maar de zon heeft er op zich geen moeite mee. Vrijdag gaat de bewolking toenemen. Dat is die storing die vanuit het westen gaat komen. En dan zaterdag en zondag, ja, dat ziet er dan wat wisselvalliger uit met zon en bewolking. En dan ook een aantal buien. En dan volgende week, als echt dat lage drukgebied weer dichterbij komt, ja, dan kans op echt zonnig weer is dan toch echt wel heel klein. Natuurlijk zijn er af en toe wel opklaringen, maar we kunnen heel duidelijk zien dat er over het algemeen veel bewolking aanwezig is. Hoe ziet het er dan in de weerkaartjes uit? Nou, dat gaan we er eventjes bij pakken natuurlijk. Vrijdag is een soort van overgangsdag. Dan is het nog lang prima weer met zonnige perioden. Maar vanuit het westen gaat dan de bewolking toenemen. En tegen de avond waarschijnlijk de eerste regen op de kust. Wordt 18 tot 20 graden. Zaterdag een wisselvallige dag met een aantal buien. 17 tot 19 graden. En zondag, die zetten we even links neer. Dan zien we 17 tot 18 graden, maar wel een overwegend droge dag. Dan is net weer even die onstabiliteit afgenomen. Heel anders is dat op maandag en ook op dinsdag. Dat zijn wisselvallige dagen. En er valt direct op dinsdag ook op dat die temperatuur toch wel een stuk naar beneden gaat. Nog een fijne dag.